In het gemeentemuseum in Den Haag is momenteel een tentoonstelling te zien over de kunstenaar van de 20e eeuw, Pablo Picasso. Ik wil eigenlijk ook wel een Picasso, maar daar heb ik natuurlijk helemaal geen geld voor. Dus ik ga vandaag op bezoek bij de meestervervalser van Nederland, Geert-Jan Jansen. Geert-Jan maakt voor Tjalda een kopie van een tekening van Picasso. Het is een onderwerp wat hij heel vaak heeft gedaan. Het is eigenlijk de kunstenaar met zijn model. En wanneer heb je voor het laatst een vervalsing gemaakt? Of een namaak? Vervalsing, ja, dat is iets wat eigenlijk niet mag. Hè? Dat is iets wat je verkoopt voor een echte Picasso of een echte Matisse. En dat doe ik dus tegenwoordig niet meer. Ik vertel er nou bij dat ik het heb gemaakt. En dan mag het wel. Maar vroeger deed hij dat anders. Zijn schilderijen waren zo goed dat ze als echt werden aangezien en verkocht. In 1994 viel hij door de mand en belandde hij in de gevangenis. En hoe is het nu eigenlijk met je imago? Hoor je er weer een beetje bij na de gevangenistijd? Of, Die gevangenis is al lang geleden. En, nee, daar heb ik eigenlijk geen... Nee, de mensen vinden het prachtig. Ik krijg heel veel complimenten tegenwoordig. Maar waarvoor deed je dat toen? Wat was jouw motivatie? Ja, geld is natuurlijk belangrijk. Het is een leuke bijkomstigheid. Ja. En die experts die dat allemaal goed moeten keuren, dat is iedere keer heel spannend toch. De veiling, of het in de catalogus afgebeeld staat. En, het is mensen om de tuin leiden natuurlijk. Verslavend. Ja. Heb je hem eigenlijk wel eens ontmoet, Picasso ook? Ja, ik ben één keer in zijn huis geweest met een schilderijtje wat ik verkocht had aan een Engelse galeriehouder. Die wou daar een certificaat bij verkrijgen. Picasso het schilderijtje zag, bekeek hij het zo en vroeg hij aan die man, mag ik vragen wat hebt u hiervoor betaald? Oh, zoveel, zei hij. Ja. Nou, dan zal het wel echt Picasso zijn. En lijk je voor de rest op Picasso? Want het staat natuurlijk onbekend dat hij vele verschillende vrouwen had. Hoe zit dat bij jou? Heb je ook zo'n beeldleven? Ik hoop het niet, want Picasso was echt een vervelend ventje, denk ik. Ja? Ja. Voor de vrouw? Heel onaangenaam tegenover zijn vrouwen en kinderen. Hij heeft die echt een spoor van vernieling achtergelaten. Ja. Met zelfmoorden en een hoop treurigheid. Dat hoop ik niet. Nee. Want je bent gewoon getrouwd. Ja. Ja. Met één vrouw? Nou, het is al de tweede. Oh, kijk, ik zie toch weer meer raakvlakken hier. En is dit dan ook echt zijn handschrift? Ja. Ja? En dat weet je ook zo uit je hoofd. Dan hoef je helemaal niet nog eens een keer te spieken op een blaadje of... Nee, ik heb daar een paar keer op geoefend. Dat weet ik onderhand wel. Zal ik hem nog even laten zien? Wil je de echte Picasso's gaan bewonderen? Dan kan dat in het gemeentemuseum in Den Haag.